Vandaag spelen we Minecraft, maar er zijn meer totems. En die totems kunnen wij op een hele speciale manier maken. Namelijk, we hebben hier een crafting table en een chest. En zoals je ziet, zit in deze chest heel veel totems. Maar vandaag zijn er meer totems. En hoe je die totems maakt, je moet blijkbaar deze totem gooien op de crafting table. En dan krijg je een crafting table totem. Of zoiets. 3, 2, 1, boom! Oké, hij moet er wel opvallen. Dat was een beetje anticlimax. 3, 2, 1, boom! Hoppakee, let's go! Oké, dit is dus nu de totem crafter. En we hebben hier dus heel veel totems. En dan kunnen we dus een totem hier in het midden doen. En letterlijk met allemaal spullen kunnen wij dus nu een totem craften. Dus dat betekent dus dat we van alles letterlijk een totem kunnen maken. En dat als we doodgaan, dat er dan iets gebeurt. Ik ben zo benieuwd. En we kunnen helaas niet een totem maken van bijvoorbeeld hout. Maar we kunnen dus totems maken van alles wat dieren droppen. Dus bijvoorbeeld kippenvlees of varkensvlees. Of noem maar op, creeper. Weet je wel, die spul dat creepers dropt. Gunpowder. Nou, dat bijvoorbeeld. Overal, van al die dingen kunnen wij totems maken. Maar dus niet van hout of zo. Dus ik hak hier nu wel een boom. Maar niet met de reden dat ik hier een totem van ga maken. Want dat kan dus niet alleen van dingen van dieren. Maar wat we dus wel willen hebben, is dus een zwaard om al die dieren te killen. Zodat we daarvan totems kunnen maken. Dus laten we hier even eerst een pickaxe maken. Want ik ga wel met een stenen zwaard hier werken. Als dat mag van jullie. Dat vind ik toch wel een stukje fijner. Laten we hier gewoon lekker in deze berg beginnen. En wat? Oké, oprecht, ik wist dit niet. Maar super chill. Gewoon, auw, gelijk steen. Oké, dat doet wel pijn. En hier zullen dus ook gelijk mobs zijn die ik kan killen. Oké, hoppakee, dit zal wel genoeg steen zijn. Dan gaan we nu weer lekker omhoog. Hakken we deze hier nog even weg. En dan hebben we al gelijk een stenen pickaxe om die mobs te killen. Zo, hoppakee, kijk eens aan. Ik bedoel een stenen zwaard, geen pickaxe. Nou ja, we kunnen ook een pickaxe maken. Stel je voor, we komen wat iron tegen. Dan kunnen we een iron zwaard bijvoorbeeld maken. Oké, let's go. Dat hebben we nu allemaal. Oké, laten we als eerst even een soort van makkelijke totem doen. In plaats van gelijk bijvoorbeeld creeper of zo. Laten we iets van varkens doen. Als hier tenminste iets van varkens zijn. Of kippen of weet ik veel. Ik vind alles prima. Of een koe bijvoorbeeld. Een koetotem. Nou, ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb al 2 koeienvlees. Let's go. Maar ik wil meer koeienvlees. Kom op bro, geef mij meer. Oké, daar zijn 2 varkens. Ik ga gewoon kijken waarvan ik het eerste zeg maar heel veel heb. En daar gaan we gewoon de eerste totem van maken. Oké, ik had eigenlijk ook wel even een bootje moeten maken. Want ik zie dat hier heel veel water. Hier zijn gelijk 3 varkens. Dat is wel echt top. Hoppakee. Hoppa, hoppa. Dat is een varken. Zo, ik krijg gewoon 3 vlees van die varken. Let's go. Wat? Weer 3 vlees. Oké, kom op. Geef me ook even 3 vlees. Oké, dat is 8. Wacht, is 18 niet al genoeg? Volgens mij kan ik nu al mijn eerste totem maken. Ja, ik kan al letterlijk mijn eerste totem maken nu. Oké, laten we snel teruggaan naar de crafting table. Of ik bedoel de totem crafting table. Of de totem maker, of hoe je hem ook wil noemen. En laten we een varken totem gaan maken. Let's go. Oké, dus dan moet ik het totem hier pakken. Dan doe ik hem hier in. Dan doe ik dat raw pork chopper omheen. En bang, we hebben een pig totem. Let's go. Oké, en het enige doel is nu eigenlijk dus letterlijk doodvallen. Oké, ik moet eigenlijk een makkelijke manier bedenken hoe ik zo snel mogelijk kan doodvallen telkens. Oké, wacht, ik heb een idee. Ik maak even een X. Dan ga ik zeg maar heel veel omhoog bouwen. Ga ik daar ladders van maken. En dan heb ik een soort van duikplank waardoor ik de hele tijd dood kan gaan. Dat is echt een top idee, Mick. Jazeker. Want ja, als ik nu dood ga, moet er dus iets gebeuren. Zo. Hoppakee. En dan gaan we even heel veel bomen hakken. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, ik heb een aantal bomen gehakt. Nu kan ik dus dit doen. Let's go. Dan heb ik dus heel veel blokken. En met deze blokken gaan we even ook heel veel ladders maken. Zo. Kijk, zo maak je een ladder. Maar daar willen we dus natuurlijk heel veel van. Dus dat gaat helemaal goed komen. Let's go. Let's go. Let's go. Boom. Kijk eens aan. Dat zijn er al 12. Dan hebben we er hier weer een paar. En dan doen we zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Dit zal wel genoeg zijn toch om dood te vallen, denk ik. 24 hoog. Val je daarvan dood? Misschien net niet. Oké, laat ik nog iets meer maken. Kijk zo. Hoppakee. Weer wat sticks erbij. 36 ladders. Dat zou genoeg moeten zijn, denk ik. Kijk eens aan. Zo, hoppakee. Nou, dit is perfect, denk ik. Oké, dan gaan we hier omhoog. Zo. En dan gaan we omhoog en omhoog en omhoog en omhoog. En dan gaan we dadelijk alvast 1 keer naar beneden vallen. En dan gaan we dus zien wat de totem of pig doet. Ik ben zo benieuwd. Oké, dit is letterlijk al hoog genoeg. Maar ja, weet je, aangezien we nu zoveel blokken hebben, laten we ook gewoon die 36 hoog gaan doen. Let's go. Oké, wat gaat de totem of pig doen? We gaan het zien. Let's go.
Wow, superveel eten. Allemaal, wow. Oké, dit is super nice. Let's go. Oké, allemaal cooked pork chop. Oh, lekker, lekker, lekker. Oké, dat had ik ook wel even nodig, wat eten. Zo kan ik even wat meer redden. En allemaal van die gouden golden carrots. Oké, dat is ook echt wel top. Trouwens, ik ben wel benieuwd. Kan ik met een gekookt pork chop ook een totem maken? We gaan het zien, weet je. Het zou wel leuk zijn. Kom op. Nee, helaas. Dat werkt niet. Misschien kan ik met die carrots eentje maken. Die droppen ze niet, beestjes. Dus nee, dat kan ook niet. Het is echt alleen wat, zeg maar, dieren droppen. Of creepers of wat dan ook. In ieder geval, dit is super nice. Laat ik hier ook even die trap straks... Nou, die trap kan ik straks ook doen. Laten we meer mobs gaan killen. Het wordt ook donker, dus ik ben gewoon heel benieuwd wat ik nog allemaal kan krijgen. Namelijk, we hebben nog kippen, we hebben nog koeien. De varkens weten nu, daar krijg ik gewoon heel veel eten van. Eigenlijk ben ik het meest benieuwd naar, zeg maar, wat de mobs geven. Zoals skeletten en spinnen, weet je wel. De gemene mobs. En nu het donker wordt, gaat dat misschien wel heel makkelijk worden. Want ja, hier hebben we... Wow, hier hebben we opeens heel veel kippen. Let's go. Oké, kippies. Jullie ga ik even meenemen. Ik moet dus 8 vlees hebben van een kip. En dan kan ik daar 1 totem mee maken. Ik ga gewoon alle mobs killen die ik eigenlijk zie. Dat is het, wel het slimste wat ik kan doen. Hoppa, kijk, kijk eens aan. Dan hebben we nu alweer 3 kippenvlees. Dat is nog niet genoeg. Ik ben natuurlijk ook niet te ver lopen. Anders raak ik mijn totem kwijt. Anders raak ik mijn crafting table kwijt. Oké, jij gaat eraan. Hoppakee. Het spijt me, koe. Maar ik wil gewoon totems maken. Sorry, kippie. Oké, ik zie daar nog... Oh, ik zie heel veel koeien. Oké, ik denk dat die totem van de koe wel snel komt. En een creeper. Let's go. Oké, kom op. Nee, 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 nee. Oké, 2 creepers. Dat is nice. Oké, ze moeten niet op ploffen. Oké, kom op. Dit zou echt super nice zijn. Ik ben zo benieuwd namelijk naar deze totem. De creeper totem. Kom op, niet doodgaan. Ik ga ook zelf helemaal mee bewegen. Hoppakee, nice. Oké, we hebben al gelijk 3 gunpowder. Oké, dat gaat op zich best wel snel. Oh, en door die grote lijn kan ik ook altijd terugvinden waar ik, zeg maar, mijn totems heb liggen. Oké, we hebben al 7 vlees van de koe. Dat betekent dat we nog 1 koeienvlees moeten. Trouwens, de varken hoef ik niet meer. Die heb ik al een keer gemaakt. Hoppakee, let's go. En dan kunnen we nu dus gewoon van een koe maken. Oh, we kunnen dus ook van een hond maken, denk ik. Nee, trouwens, een hond dropt niks. Nee, nee. Dus ik hoef geen honden te killen. Let's go. Oké, we hebben wel van een koe. Ik zie trouwens ook een skelet. Let opeens. En een zombie. Zo ja, ik ga gewoon alles killen. Kom op. Kom op, zombie. Let's go. Skeletten vind ik zo irritant, jongen. Echt. Ik vind ze zo vervelend. Oké, let's go. Oh, heel veel zombies. Oh, heel, heel veel zombies. Oké, ik ben ook zo benieuwd naar de zombie totem. Oké, wacht. Hoppakee, let's go. Oh, nee. Oh, en ik ben dood. Oké, dat was niet heel slim. Door een skelet. Oké, maar maakt niet uit. Dit komt helemaal goed. Ik heb ingesteld dat mijn inventory niet weggaat. Dus dat is super chill. Oké, deze zombie killen nog even snel. En dan gaan we de eerste totem maken. Hoeveel zombievlees heb ik ook al? Ik heb al 4 zombievlees. Oké. Laten we dus een koeientotem maken. Let's go, de koutotem. Oké, ik ben heel benieuwd wat deze koutotem gaan doen. Oké, we hebben hier onze ladders. Laten we hier omhoog gaan en kijken wat de koutotem doet. Oké, kijk eens aan. We zijn helemaal boven. En we doen de koutotem hier. Daar gaan we dan. 3, 2, 1, let's go. En wat doet die? Wow! Allemaal boeken, allemaal vlees. Oké, oké, oké. Ja, het is voornamelijk weer vlees. Ik denk oprecht dat de leukste totems... de totems zijn van de zombie bijvoorbeeld. Dus laten we dat gewoon even gaan doen. Ik ben heel erg blij met een vlees, hoor. Daar niet van. Maar ja, ik wil gewoon iets coolers zien. Van de creeper. Wat zal er wel gebeuren van de creeper? Misschien komt er dan 1 grote explosie. Oké, er zijn genoeg creepers. Dat zeker. Of misschien krijg ik heel veel iron of zo. Ik heb geen flauw idee. Ik ben gewoon heel benieuwd. Oké, kom op, creepers. Niet exploderen. Dit is helemaal top. Let's go. We hebben heel veel gunpowder. We hebben er al 5. Er zijn hier heel veel creepers. Ah, oh, nee, dat was zo dom. Oké, dat was zo dom. Dat was zo dom. Oké, de zombie kan ook bijna trouwens. Kom op, zombies. Ga even dood. Let's go. Kom op. Kom op. Bang. En dat zijn er 2. Let's go. Oké, we kunnen de zombie maken. Ja. Oh, ik ben zo benieuwd naar deze, dames en heren. Ik ben zo benieuwd. Let's go. Oké, de zombie. Doen we zo eromheen. Dat zombievlees. En let's go, de zombie totem. Oké, laten we gelijk doodgaan. Wat zou een zombie totem doen? Ik weet oprecht niet. Dadelijk dropt het gewoon allemaal rotten vlees. Dat zou echt heel erg naar zijn. Beter geeft het gewoon iets supergoeds. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Misschien geeft het allemaal diamonds of allemaal iron of misschien goud. Let's go, de zombie totem. En oeh, ik krijg splash potions.
Wat is dit allemaal? En heel veel rotten vlees. Nou, dan kan ik dus heel veel totems nu maken. Maar ik krijg ook een splash. Hé, kom op, niet doen. Ik haat skeletten. Ik zweer, ik haat die dingen. Kom op. Kom, niet doen. Dankjewel. Oké. We hebben dus splash boots gekregen op weakness. En we hebben enchanted books gekregen. Ja, daar hebben we eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Oké, wacht. Even kijken. Wat hebben we? We hebben nu al... We hebben veren. Zouden we daar een totem mee kunnen maken? Ik denk het niet. Oké, laten we gewoon nog meer gunpowder fixen. Gewoon meer creepers. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. Het is nu nog donker, dus laten we op zoek gaan naar creepers. Skelet, stop ermee. Ik vind jou zo irritant. Ik wil creepers vinden. Oké, ik heb wel de andere mobs, maar de creeper nog niet. En ik zie dat mijn zwaard bijna kapot is. Daar word ik ook niet heel gelukkig van. Oké, kom op. Jij, ga even dood. Yes, let's go. Hoppakee. Oké, creepers, 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 creepers. Ik moet dus nog drie gunpowder, oftewel drie creepers. Dat is gewoon wat ik wil. Normaal komen er echt miljoenen creepers op me af als ik het niet wil. En nu wil ik dat het gebeurt. En nu komen er geen creepers. Creeper. Hallo, creeper. Oh, we hebben hier ook bijen. Oh, daar kunnen we waarschijnlijk ook iets mee maken. Met honing. Oké, kom op, creeper. Let's go. Jij gaat even dood. En jij gaat mij ook gewoon gelijk twee gunpowder geven. Daar zou ik heel blij van worden. Of je geeft me gewoon geen gunpowder. Kom op, man. Oké, laten we deze kapot maken. Dit is echt niet heel slim. Maar het moet nou eenmaal. Want ik wil jou ook een totem maken. Kom op, kom op. Oh, ik haat het, jongen. Ik haat deze beesten. Oké, dit even drinken. Waar, kan ik dit niet op hun gooien? Dat ging niet goed. Let's go. Oké, we moesten eigenlijk iets van honing eruit krijgen. Maakt niet uit. We gaan hier gewoon weer een creeper killen. Geef mij even gunpowder. Kom op, creepertje. Kom op. Doe eens niet zo irritant. Geef mij gewoon jouw gunpowder. Dankjewel. Oké, nog één gunpowder. En dan kunnen we de creeper totem maken. Dat zou toch wel super vet zijn. We hebben trouwens ook maar twee bones nog. Dat is echt zo weinig. Oké, we hebben hier een creeper. Oké, beter geef je mij... Waarom ontploft hij zo snel? Wat is dit nou? Dat was zo nergens voor nodig. Ja, zombies, sorry. Maar jou heb ik al. En mijn zwaard is kapot. Oh nee. Oké, laat ik zelf een nieuw zwaard maken. Ik zie hier wel allemaal creepers. Trouwens, ik heb een axe. Die doet het ook wel. Die doet ook wel de taak. Oké, kom op. Ik wil even die creeper. Ik spin jou. Ja, jou kan ik ook nog een totem van maken. Maar ik vind die creeper gewoon heel leuk. En ik kon niet naar achter lopen door die stomme boom. Waarom krijg ik die laatste creeper nou niet gekild? Wat is dit nou? Waarom ben ik zo slecht? Ergens moet nog een creeper zijn. Echt. En opeens komen er allemaal zombies terwijl ik die al heb, weet je wel. Dat is nou even niet wat mij boeit. Als ik heel eerlijk ben. Ik wil gewoon een creeper. Hallo creeper. Hallo. Waar bent u? Ik kan u niet vinden. Creeper. 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 Ik wil je gunpowder. Oké, we hebben hier... Nee, dat is een hond. Ik wou zeggen, we hebben hier een skelet. We hebben daar een creeper. Let's go. Oké, creeper. Ja, nu gaan we gewoon... Nu gaan we het gewoon heel makkelijk doen. Jij gaat me gewoon je gunpowder geven. En ik word daar super blij van. Let's go. Hoppakee. En ondertussen helpen deze doggo's mij op deze skelet te killen. Dat is helemaal top. Boom. Boom. En nog één keer. Kom op. Nee. Oké. Ja, let's go. Dankjewel, doggo's. We hebben er alleen geen boom van gekregen. Dus ja, weet je wat het is? Ik ga jou gewoon zo... Hoppakee, nu kan jij mij helpen. Yeah, let's go. Dat is het wel waard. Oké, laten we snel een creeper totem gaan maken. Want we hebben genoeg gunpowder. En ik ben zo benieuwd naar deze creeper totem. Oké, let's go. Dan pakken we hier een totem weer uit. Dan stoppen we de totem in het midden. De gunpowder eromheen. En we hebben hem hoor, ja. De creeper totem. Oh my god. Oké, ik ben zo benieuwd naar de creeper totem. Oké, let's go. Wat zou de creeper totem doen? Ik ben een beetje bang dat hij dadelijk een grote explosie veroorzaakt. Dus misschien moet ik iets meer naar de zijkant springen. Voordat dadelijk mijn chest kapot gaat. Dat zou niet heel chill zijn. Oké, dus ik ga een beetje meer die kant op springen. Let's go! Boom! Oeh, het geeft dus super veel TNT. Oké, dat is echt mega chill. Let's go. Kijk mijn TNT, maat. Het is wel weer helaas dag. Er zijn nog veel meer custom totems. En die wil ik jullie ook graag laten zien. Dus we gaan even vals spelen. Ja, ik ga gewoon even in creative. Let's go. Kijk eens aan. Nu ben ik in creative. En nu kan ik die totems even wat sneller voor jullie maken. Want ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar, zeg maar, de totem van een Ender Dragon. Oké, dus laten we even die ook gaan maken. Zo, hopzakee. En dan hebben we nu de Ender Dragon Totem. Oké, dan vliegen we hier omhoog. En dan gaan we gewoon naar Game Mode Survival. En dan vallen we naar beneden. Let's go. 3, 2, 1. Wow! Bang! What? Oh, we krijgen allemaal dragon heads en eieren. Oké, ik weet niet of ik daar per se super blij mee ben. Maar wel heel erg cool. Laten we naar de volgende gaan. Dan gaan we weer naar creative. En blijkbaar kon je ook een totem maken van iron.
Namelijk, dat zou je dan kunnen krijgen van Iron Golems. En daarom kon je dat ook. Dus op deze manier kan je de Iron Golem totem maken. En ik denk dat deze echt mega overpowered is. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n voorgevoel. Oké, daar gaan we dan. De Iron Golem totem! Boom! Zo, ja. Je krijgt er superveel iron voor. En ook allemaal potions en enchantment books. Oké, die was echt heel erg overpowered. Oké, laten we er nog een gaan maken. En die kan je maken met emerald. En zo kan je de villager totem maken. Ja, een villager totem. Ik ben echt heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Oké, dus je doet dit. En dan doe je de emerald eromheen. En dan heb je de villager totem. Oké, nou laten we weer naar boven gaan. Oké, wat doet de villager totem? Let's go, come on. Wajo, wat? Het geeft allemaal eten en nog meer emeralds. Op deze manier zou je dus onbeperkt emeralds kunnen krijgen. Want je krijgt echt veel meer emeralds ervoor terug. En zou je dus de hele tijd met villagers kunnen ruilen. En op die manier, ja, deze is echt het meest overpowered tot nu toe. Ja, wil je zelf ook deze datapack spelen? Check dan even de beschrijving hier beneden. Er zijn namelijk nog veel meer totems. En wil je Minecraft zien, maar er zijn custom diamonds? Klik dan snel op deze video. Ja, dit is dus letterlijk Minecraft, maar er zijn meer verschillende diamonds. Ja, het was echt super ziek. Je kon daardoor ook meer items maken. En geloof me, deze video is echt heel erg vet. Ik raad hem niet voor niks aan. Dus hey, klik snel op deze video. Want als je deze video leuk vond, vind je deze video letterlijk geweldig. En dan zeg ik, Mick out.